Ik ben Luc de Ruiter en ik adviseer organisaties bij het verbeteren van hun digitale communicatie. Dat komt in de praktijk neer op het structureren van informatie en dat is best abstract. En ik krijg dan ook wel eens de feedback van, jongen, wat een abstract verhaal. Nu wel het toeval dat ik recentelijk een oude Lego-verzameling in huis kreeg. 2 verhuisdozen vol oude stoffige Lego. 6 kussenslopen in de wasmachine en daarna chaos. Wat een informatie. Gele steentjes, rode, witte, blauwe, grote steentjes, kleine, rond, recht, schuin, krom, dik, dun, ramen, deuren, hekjes, wieltjes, poppetjes, steentjes met tekst, steentjes met logo's, steentjes zonder betekenis, emotioneel geladen steentjes. Kortom, heel veel verschillende manieren om de informatie op de grond in kaart te brengen. Dit leek eigenlijk heel veel op de digitale informatie die ik dikwijls aantref in organisaties waar ik werk. Daar staat informatie dikwijls rijp en groen door elkaar heen. Veel organisaties kampen met informatiechaos en dit hindert de interne communicatie. Dus hoe ga ik die informatie structureren, zo stel ik mij meestal de taak. Ook nu de berg gewassen Lego op de grond overziend. Lego lijkt sterk op informatie, in meerdere opzichten. Ik heb tijd voor 3 overeenkomsten. Lego als losse verzameling steentjes is plat. Leg de 6 slopen gewassen Lego op de grond en je kijkt aan tegen een categorie algemene content. U kent ze vast wel uit websites waar je kunt kiezen uit algemeen of overig. Zonder structuur is Lego als los zand en vrij betekenisloos. Ongestructureerde content leidt in de praktijk tot digitale zandbakken, waarin het graven is naar betekenis en die betekenis dus niet altijd wordt gevonden. De tweede overeenkomst is dat ieder kind andere dingen bouwt met Lego. Net zoals dat iedere volwassene informatiebronnen anders gebruikt. Het is de interactie van het kind met de Lego die bepaalt hoe Lego samenkomt. Lego-steentjes krijgen betekenis in de context waarin ze worden gebruikt. En wat zien we alweer een paar jaar gebeuren in digitale communicatie? In digitale communicatie draait het om interactie. Op internet en op intranet zijn ontvangers veranderd in interactieve gebruikers. En die interactieve gebruikers bepalen wat zij doen met hun informatie. En dat is ook de betekenis van sociaal die wij aan het web hebben gehangen. Sociaal gaat in heel veel opzichten over wie informatie mag gebruiken en op welke wijze. Online interactie wordt ondertussen nog vaak gehinderd door aanbodgerichte informatiestructuren. De aanbieder is immers gewend de ontvanger te trekken in de trechter naar het aanbod, terwijl de gebruiker steeds vaker zelf zijn route wil bepalen naar de informatie die hij op dat moment wenst. De derde overeenkomst is dat als er Lego-steentjes missen, er iets mis is gegaan bij het opbergen. Net zoals dat als er informatieblokken missen, je kunt een document niet vinden op intranet bijvoorbeeld, dat er iets mis is gegaan bij het opbergen van dat stukje informatie. Nu heb je als kind zeeën van tijd als je speelt. Zoeken naar steentjes, raampjes, hekjes en zo is onderdeel van tijdloos spelen. En er zijn ook volgens mij weinig kinderen die gaan klagen over te veel Lego. Volwassenen daarentegen hebben nooit tijd genoeg. En ze kampen met informatieoverload. Zoeken kost tijd. Tijd is geld, tijdsbesparing is dus winst en makkelijker vinden is tijdswinst. Denk even accountability. En bedenk daarbij bovendien dat makkelijk vinden begint met het slim opbergen. Helaas wordt in communicatie nog maar zelden gewerkt aan het beter opbergen van steentjes. Informatiemanagement is bepaald niet sexy, zoals 2.0 media dat zijn. Bovendien voegen communicatieadviseurs dikwijls liever steentjes toe dan dat ze de huidige steentjes beter ordenen. Content is in de communicatie hearts and minds nog vaak gerichte mediacontent. En de rest wordt gezien als ICT. Interactie ondertussen is een proces en digitale communicatie is interactie. En met name in interne communicatie en in samenwerken gaat het natuurlijk om interactie. Die interactie wordt tegenwoordig ondersteund met informatie, zoals akkers worden ondersteund met water. Dus als je waarde wilt toevoegen als communicatieadviseur, begin je met het proces van communiceren, namelijk de interactie en hoe je dat proces op een zingevende manier kunt ondersteunen. Dat doe je vanuit een procesperspectief in plaats vanuit een media- of systeemperspectief. Innovatie in communicatie gaat om informatie meer dan over media en websites die informatie immers slechts presenteren.